Check. De recording is gestart. Dus nogmaals inderdaad welkom. Wat echo hoorde ik. Ah, het is weg. Mooi. Even kort nog een paar dingetjes voordat Arthur gaat vertellen over de web API's. Wij hebben sowieso altijd behoefte aan leuke verhalen van verschillende sprekers. Daarom eigenlijk elke keer weer. Mocht je wat willen vertellen of wil delen. Ken je iemand die dat misschien wil? Hoeft niet altijd lang te zijn. Hè? Arthur gaat nu een hele sessie vullen. Maar we kunnen natuurlijk ook mooie sessies vullen met kleinere verhalen. Al is het maar een kwartier, 10 minuten. Het mag een technisch verhaal zijn of niet technisch, alles ertussenin. Alles is, ja, als maar een beetje met Power BI te maken heeft, of misschien wel Power Platform, is het natuurlijk hartstikke interessant voor ons als gebruikers van Power BI. Schroom niet om eens eventjes wat te laten horen. Dat kan via de website, dat kan ook via mij, gewoon Hielke en dan @pbrg.nl of Chris@pbrg. Zo ingewikkeld is het niet. Laat het even weten. Wat ik eigenlijk ook vooral dan nog mee wil geven voor de sessie van Arthur. Dat hij natuurlijk wat gaat vertellen over de SaaS, web API's en connecten met SaaS. Als je vragen hebt, zet hem even in de chat. Dat is tegen het makkelijkst. Als we met, ik zie nu 80 man. Als we met 80 man door elkaar natuurlijk gaan praten. Zijn er wat korte vragen? Denk ik van nou, dat past er mooi tussenin. Ga ik die vraag stellen aan Arthur, heb ik met hem afgesproken. Zijn het wat langere vragen, dan is dat natuurlijk mooi om dat aan het eind wat we gaan beantwoorden. Dus Arthur heeft ook ruimte ingelaten aan het eind van de sessie. Eventueel met uitloop, want we hebben natuurlijk nog wat uitloop staan. Voor virtuele borrel. Kunnen daar ook nog wat vragen door Arthur beantwoord worden en misschien wat dingen laten zien. Dus schroom ook niet om wat vragen te stellen waarvan je denkt van nou, dat is niet snel beantwoord. Nou, dat doen we straks nog eventjes. Oké. Arthur gaat even zichzelf introduceren. Dus ik wil ook voorstellen, Arthur, zou jij het scherm over kunnen nemen? Dankjewel vast. Ja, oké, dat ga ik doen. Kunnen jullie me goed verstaan? Zeker. Ja, kijk, helemaal goed. Ik ga mijn scherm delen. Als het goed is, zie je het nieuwe scherm. Nou, welkom bij deze sessie over web API's. Leuk om te zien dat zoveel mensen online aangehaakt zijn. Ik zie er nu 80 mensen in de meeting zitten. Nou, misschien komen er dadelijk nog een paar bij. Dus dat is mooi. Wie ben ik? Mijn naam is Arthur Graus. Werk als trainer, consultant, developer, als freelancer. Werk sinds 2011 met Power Pivot en Power Query en ja, daarna Power BI. Dus ik ben al veel ervaring op dat gebied. En heb ook al veelvuldige klanten gehad waar ik web API's aangeroepen heb. Dus ik kan jullie alles vertellen over dit onderwerp, hoe je dat doet in Power BI en met name ook hoe je dat op een simpele manier kan doen, dat het niet te ingewikkeld wordt. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen die in de sessie zit hardcore developers zijn. En dan is het vaak intimiderend, want web API's, daar komen heel veel kreten bij kijken. Dus laten we eens even kijken wat dat dan allemaal precies is, wat je moet weten. Nou, Web API's is een Application Programmers Interface, dus het is voor developers. Dus een Web API geeft geen HTML terug, geen mooie pagina, nee, het is voor developers en developers houden van data. Dus zo'n Web API die geeft terug XML of JSON. Het is een beetje vergelijkbaar, XML is wat wolliger en JSON is wat compacter. Je kunt ze alle twee in Power BI prima verwerken, voor Power BI maakt het eigenlijk niks uit wat je krijgt. XML is er al wat langer, wordt al veel langer gebruikt. En je hebt dus ook web API's die alleen maar werken met XML. Bijvoorbeeld SOAP web services. Nou, als je die moet gebruiken, dan ben je eigenlijk de sjaak. Die zijn wat ingewikkelder. Gelukkig worden ze langzaam zeker uitgefaseerd, maar af en toe kom je ze nog wel eens tegen. De meeste web API's zijn RESTful API's. Dus die zijn wat eenvoudiger te gebruiken. En die maken vaak gebruik van JSON, maar het kan ook XML zijn. Je kunt meestal kiezen. Daarnaast heb je ook nog een protocol daarbovenop, dat heet OData. Dat is een soort SQL, maar dan SQL voor web API's.
Dus dan kun je filteren, selecteren, sorteren, allemaal dingen doen op een soort SQL-achtige manier. Alleen doe je dat dan in de query string. Daar zet je dan je query in. Best wel leuk om dat te gebruiken. Veel web-API's ondersteunen dat ook, maar lang niet allemaal. Dus dat kom je af en toe tegen. En je moet natuurlijk inloggen, authenticeren bij die webserver. Dat doe je meestal op een van deze twee manieren. Of met een API-key. Dat is gewoon een sleutel die je krijgt, die je meestuurt. Of met OAuth. En ja, OAuth is wat complexer. Maar dan zal ik ook laten zien hoe je dat kan doen. Maar in veel gevallen kun je het niet doen, een Power Query. Dat zal ik meteen nog wel erbij zetten. In grofweg de helft van de gevallen is het bijna niet te doen. En de andere helft wel. Maar ik zal laten zien hoe je daar dan toch mee om kan gaan. We begonnen allemaal met SOAP. Dus de eind jaren 90 is al ontwikkeld door een aantal mensen van Microsoft. De Simple Object Access Protocol. Het komt meer op de objectgeoriënteerde programmeerwereld. Een van de bedenkers was Don Box. Die heeft er ooit een leuke sessie over gegeven in een badkuip in 2001. Om SOAP te introduceren. Het is echt bedoeld voor business to business, van server naar server, in een service-oriented architecture. Dus dat allerlei componenten met elkaar praten via webservices. Dat was toen heel hot. Biedt heel veel mogelijkheden qua security, qua transactie, qua encryptie, qua allerlei soorten dingen. Zit er allemaal in, super complex. Maar dat is ook meteen een nadeel, dat is best wel complex. Hoe werkte dat, die SOAP? Wat je dan deed, is je deed een request naar een bepaalde server. Een post request noemen ze dat. Dan stuur je data op naar de server. En dan maakte hij daar een envelopje. En in het envelopje zat een body. En daarin zat een bepaald iets wat je wilde. En daarin zat weer van alles. En daar zit weer van alles in. En uiteindelijk, in dit geval bijvoorbeeld, wil ik weten wat is de koers van IBM. Nou, dan moet je dat helemaal verpakken in zo'n envelopje. En wat krijg je dan terug? Dan krijg je weer XML terug. SOAP XML. En daar werd dan hier get stock price response en dan kreeg je de prijs terug. Dus je hoefde eigenlijk alleen maar de getalletjes te hebben, maar je kreeg toch al die XML eromheen. En dan moest je allemaal verwerken en dan moest je iets mee gaan doen. Dit is inmiddels, zie je dat steeds minder, maar als je ouderwetse pakketten hebt, ja, die hebben vaak nog een SOAP web API. En ja, dan zul je er toch iets mee moeten doen. Ik ga dan deze presentatie dat niet laten zien, maar ik heb in het einde de laatste slide die laat zien hoe je dit in Power Query kan benaderen. Dus het kan wel, het is op zich geen probleem, alleen het is nogal wollig. Nou, wat wij gaan doen is gaan kijken naar REST API's. Dat is overwegend ja, het grote gedeelte wat je meestal ziet op internet. Die zijn na SOAP gekomen, eigenlijk ook een beetje als reactie op SOAP. SOAP was heel complex en heel wollig en enterprise-achtig. En ja, de REST komt van een proefschrift van iemand af. En de aanhangers van REST noemen ze ook wel de REST-avariants. En die REST-avariants, die vonden dat maar niks. Al die XML, al dat gedoe. En wat zij zeiden is, die HTTP, daar zit eigenlijk al alles in. Je hebt al een GET om data op te halen. Je hebt dan een POST om data op te sturen. En je hebt al CRUD-operaties. Put, patch, delete, daarmee kun je data muteren. Net zoals een SQL Server, create, insert, of create, update, then delete. Dat zit er allemaal gewoon standaard in. Die Roy Fielding is erop afgestudeerd, heeft er een proefschrift over geschreven. Dat is heel theoretisch. Dus eigenlijk is het concept heel simpel. Alleen, ja, de naam is best wel complex. Dus laten we niet proberen die naam te begrijpen. Maar het concept is eigenlijk heel simpel. Je stuurt standaard HTTP-operaties af naar een server. En als je dan parameters mee wil sturen, dan doe je dat via de URL. Dus in de URL verpak je eigenlijk alles wat je wil. Dus niet in de body en zo'n heel SOAP envelopje. Nee, je zegt gewoon, ik wil shares.com/stock/IBM en geef me de quote. Nou, dan krijg je precies dat, krijg je dan terug. Eventueel kun je ook nog de query string gebruiken. Dus het stukje erachter met vraagteken. En dan kun je daar ook nog allerlei parameters verpakken. Maar dat hebben die REST-avariants niet zo graag. Die willen alles via de URL, maar in de praktijk zie je dat ook heel veel via de query string gaat. Dat dan in de praktijk uit. Je hebt dan een GET request. Dus dan geef je hier aan, ik GET dit. En wat krijg je dan terug? Krijg je terug de response. En in die response zit dan XML of JSON. Een van de twee meestal. Heel compact, geen overbodige XML. Puur wat je nodig hebt, dat krijg je terug. Lekker simpel.
Nou, het is gebaseerd op HTTP. Dus laten we ook eens even kijken naar HTTP, wat dat dan precies is. Want de rest ja, valt gewoon terug op dat protocol. Het staat voor Hypertext Transfer Protocol. Dus het heeft te maken met hypertext, HTML. Dus hoe HTML over de lijnen heen en weer gestuurd kan worden. Daar komt het vandaan. En je hebt een request en een response. Dus je stuurt een request op naar een server en dan komt antwoord komt er terug. En in dit geval heb ik dan een get request. Maar die get kan ook iets anders zijn. Je kan ook een post, put, patch, delete doen en je hebt er nog een paar. En daarmee geef je in feite aan naar de server wat je eigenlijk wil. Als we daar kijken naar Power BI, kun je alleen maar een get en een post doen in eerste instantie. Dat is wat standaard wordt ondersteund. En meer heb je ook niet nodig, want je wil vanuit Power Query geen mutaties doen op de server waarschijnlijk. Je wil data ophalen. Dus get en post is meer dan voldoende. Dan heb je nog een URL. Dus dat is waar je naartoe gaat. Je hebt het protocol. En je hebt een accept. En dit zijn wat ze noemen MIME-types. Dat komt eigenlijk uit de e-mailwereld. En hier geef je aan, ik accepteer alleen maar application XML. Dus ik wil XML hebben. Of al het andere. Dus in dit geval ben je tevreden met alles. Dan heb je nog de user agent. Daarmee geef je aan wat soort browser ben je. Dus wat is de client? Is dat Internet Explorer, Chrome, Edge, Firefox, Safari? Of is het bijvoorbeeld Power Query? Dat is ook een client. Of de Power BI service. Nou, dat is de Microsoft Data Measure Engine. Nou, als je dan die request doet, wat krijg je dan terug? Dan krijg je terug een respons. En het eerste wat daar in die respons staat, is de statuscode. Als je geluk hebt, krijg je een 200 terug. Dat is oké. Okay. Maar er zijn ook heel veel mogelijkheden die fout kunnen gaan. Dus daar heb je andere statuscodes voor. Meestal wordt ook de server meegegeven. Dus wat voor soort server is het? Is het een IIS-server of Apache? Is het een .NET of is het PHP? En belangrijker nog is het contenttype. Want je krijgt data terug. Maar wat voor soort data is dat? Is dat XML? Is het JSON? Is het SOAP? Nou, hier wordt ook weer een MIME-type opgegeven. Waar je precies ziet wat de data is. Dus in dit geval XML. En dat contenttype slaat dan op de body. Dus wat er meegestuurd wordt in de respons. Dat is dus van het type XML. Nou, als je kijkt naar die statuscodes, dit zijn de codes die je, ja, een aantal van de codes die je vaak terugkrijgt. Meestal krijg je de oké terug als het goed is. Maar het kan ook zijn dat je geen recht hebt bijvoorbeeld, hè, verboden toegang, krijg je een 403. Of dat je een URL typfout hebt gemaakt, de URL, die bestaat gewoon simpelweg niet, dan krijg je een 404 terug. Of stel je mag op zich wel naar binnen, de server weet wie je bent, maar je mag dat specifieke ding wat je wil doen, mag je niet doen. Dus je mag die operatie mag je niet uitvoeren. Dan krijg je een 401. Of je hebt iets verkeerd ingetypt in de query string. Dan zegt die foute aanvraag. Je doet iets wat die mag. Of, wat ook kan, dat is minder fijn. Een 500, dan is er aan de serverkant iets stuk. Dan gaat er iets stuk. Of je stuurt de verkeerde data op. Dus door jouw verkeerde data kan het zijn dat je ergens een exceptie op laat treden aan de serverkant. Ja, dus hier kun je die codes dan even terugvinden. Dit zijn de MIME-types, dus dit zijn de datatypes die over de lijn kunnen gaan over internet, over HTTP. En wat is voor ons interessant? Application XML, Application JSON, eventueel Application SOAP XML, dus voor die SOAP web services. En als je OData gaat gebruiken, heb je ook nog Atom plus XML, eventueel. Maar die OData web services die gebruiken ook gewoon JSON. Dat is eigenlijk fijner. Oké, laten we dat gewoon eens even bekijken hoe dat in de praktijk uitziet. Ik heb even als voorbeeld een web API gepakt. Dit is een web API voor Formule 1 data. Dus als je houdt van Formule 1, dan kun je hier alle data die je maar nodig hebt, kun je eruit trekken. Bijvoorbeeld hier de races. Dus wat voor races zijn er allemaal dit seizoen? Nou, dan zie je hier de URL, dus je roept hem aan, ergas.com/API/Formula1 en dan het jaartal. Dus laten we eens even aanklikken. Nou, dan krijg je hier terug precies alle races van dit seizoen, dit van 2012. Verander ik hier de URL in 2021. Nou, dan zie je dus precies de data van 2021. Dus dit is een typische REST API. In de URL geef je precies op wat je wil. Nou,
als ik dit nu in Power Query wil gaan doen, voordat ik dat ga doen, ga ik altijd dat testen in een tooltje. En die tool heet Postman. Dit is een tool die je gratis kan downloaden op internet. En met Postman kun je een request en respons bekijken. Je kan de request opbouwen en dan zie je vanzelf wat de respons is die je terugkrijgt. Je kan hier allereerst kiezen wat wil je doen. Get, put, post, patch of delete. Of even die andere dingen. Nou, dan pak je daar een URL in. Klik je op send. En die gaat hij voor jou een request doen. En dan krijg je dit terug. Nou, in dit geval zie je status 200 is oké. Dus dat is goed. Dan krijg je nog headers terug. Dus je krijgt een datum terug. Je krijgt een server terug. Je krijgt misschien cookies, krijg je misschien terug. Een content type is application XML. Oké. En in de body zit dan die XML. Mocht je een beetje zitten prutsen, je vertiept iets, je haalt even de eentje weg, wat gebeurt er dan? Dan krijg je een 404. Dus dat heeft hij niet gevonden. Wie hier iets geks, zet je dan een heel groot jaartal in. Dan krijg je een 400 terug, een bad request. Dus je doet iets wat niet toegestaan is. Deze tool kun je dat straks heel goed testen. Dan weet je zeker dat alles goed werkt. En dan pas ga je naar Power BI toe om dat ook echt naar binnen te halen. Dus ik ga deze URL ga ik pakken. Power BI via Get Data kan ik kiezen voor web. Dus als je iets met web API's doet, dan pak je altijd web. Behalve misschien in het geval van OData, maar normaal gesproken pak je web. Nou, dan plak je de URL erin. En dan. Nou, dan ziet hij al van alles. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Dus ik wil meteen naar Transform Data. Kunnen we meteen in Power Query kijken wat er gebeurt. Nou, dus dan heb ik hier de races van 2021. Nou, dan moet je nog een beetje doorheen klikken. Dus ik heb hier een tabelletje. Daarin zit weer een tabelletje. Dus dat is XML. Hè. Alles zit oneindig vaak in elkaar genest. En dan krijg je hier de squeeze. Dat is ook wel een tabelletje. En daarin zitten weer tabelletjes. Nou, als je dat eenmaal allemaal openklapt, dan op een gegeven moment heb je gewoon alle data die je wil hebben. Dus dan zie je precies alle races van de squeeze, van de posities, met GPS-coördinaten, alles erop en eraan, van het jaar 2021. Dus dat gaat op zich vrij makkelijk. Maar ja, dat is een beetje het nadeel met de meeste API's. Je kunt nooit in één call alles krijgen wat je wil. En dat is een beetje het probleem, want nu heb ik alleen 2021, maar ik wil ook graag 2020 hebben. En 2019, 2018 en 2017. Zo kan ik natuurlijk deze query gaan kopiëren en plakken. Want ja, dat is natuurlijk precies hetzelfde. En dan maak ik hier 2021 van. Ga ik naar die source. En dan kan ik hier 2020 van maken, maar dat voelt niet als een goede oplossing. Hè? Als je genoeg tijd hebt, kun je dat natuurlijk doen. Dan ga je elk jaar een jaar erbij zetten. Maar dit voelt natuurlijk niet als een goede oplossing. Dus dat gaan we anders doen. Wat ik hier heb is een tabelletje met jaartallen. En ik wil dit tabelletje gebruiken als basis. Dus dan wil ik al die jaartallen, wil ik eigenlijk die web API aanroepen en de resultaten erachter plakken. Geautomatiseerd, dat ik dat maar één keer het script hoef te maken. Oké, laten we eens even kijken naar die query zelf, wat er eigenlijk in staat. Dus ik ga hier naar de Advanced Editor. Dus je zult, als je een web API aanroept, zul je naar de Advanced Editor moeten. Ik neem aan dat de meesten er wel eens zijn geweest. Nou, wat je hier ziet is web.content. Dat is eigenlijk de belangrijke functie, daar gaat het om. En die heeft hier één parameter. En daar zit de URL in, formule 1, slash 2021. Wil ik eigenlijk een variabel maken. Nou, als je iets variabel wil maken in Power Query, dan kun je er een functie van maken. Hierboven kan ik dan tussen haakjes kan ik dan een parameter opgeven, bijvoorbeeld hier. S. Moet een tekstparameter komt er binnen. En dan geef ik hier aan is teken groter dan. En nou heb ik er een functie van gemaakt. Dus dan komt er de jaar binnen. Dan kan ik je eventueel aangeven wat het output type is.
De output type is een tabel. Dus zo komt het tabelletje uit. Deze parameter ja, die kan ik nu gebruiken waar ik maar wil. Dus die kan ik op één plek gebruiken, of twee plekken, 10 plekken, net wat je wil. Dus die zou ik hier erachter kunnen plakken. Een heel slecht idee. Maar je zou het kunnen doen. Hè? Zo zou ik het kunnen doen. Dat je het jaartal binnenkrijgt, je plakt hem erachter. En dan, ja, dan maakt hij daar dynamische feiten 2021 of 20 van. Okay. Nou is het de functie. Dus nu is het niet meer 2021, maar races per year. Dan kan ik dus hier een jaar in zetten. 2020. En dan krijg je precies de races van 2020. En ik kan nog een keer uitvoeren voor 2019 invoke. En elke keer als je hem uitvoert, krijg je weer een lijstje precies van die races van dat jaar. Alleen als je nou gaat kijken in de datasource settings, dan zie je dat hij hier een foutmelding geeft. Hij zegt, dit zijn de datasource die ik herken, maar die van die Formule 1 staat er niet bij. Omdat je dynamisch de URL zit te masseren en op te bouwen, snapt hij niet meer precies wat eigenlijk de datasource is. Je zou zeggen, je hebt er twee, hè, want je hebt twee verschillende URL's, maar hij houdt er niet van. Een Power Query houdt er niet van als je dynamisch connectiestrings aan zit te passen of URL's of paden. Dat kan wel via een parameter, maar niet op deze manier dynamisch via een parameter van de functie. Dat mag niet. Want dan weet hij van tevoren niet wat hij kan verwachten. Nou, hoe gaan we dat dan aanpakken? Je moet dat op deze manier doen. Dus als je de sub-URL dynamisch wil maken, dan moet je hier een subpad opgeven. Dus je hebt de basispad van de web API die altijd hetzelfde is. En dan hier geef je aan tussen blokhaken, relative path is, en daar mag je het dan wel in zetten. En dan werkt het wel. Dus hoe ziet die functie dan dadelijk in de totaliteit uit? Daar komt hier een input parameter binnen jaar, de tabel gaat eruit, en hier geef je aan basis URL, comma, en tussen blokhaken, relative path is hier. Wil je ook in een wat tekstfoutjes zetten, wat templates? Dus dan kun je dat straks gewoon kopiëren en plakken. Hoef je daar niet over na te denken. Dus dit is dan bijvoorbeeld zo'n template. En zo ziet zo'n web.contents er eigenlijk altijd uit. Dus je hebt die basis URL en je hebt dat relatieve pad. Zo kan ik kopiëren. En kan ik dan hier in de Advanced Editor, kan ik dat dan gaan plakken. Dan die URL moet ik dan erin hebben, dat is deze. En het relatieve pad is dan het jaar. Nou, dan kan ik dan verwijzen naar de jaarparameter hier. En dan zit hij erin. Je ziet dat je hier van die streepjes te zien krijgt, die verticale streepjes. Hoe werkt dat? Wat is het idee? Het idee is dat je precies alles op die streepjes zet. Dus dat je alles elke keer één keer inspringt. Want dan kun je dadelijk heel makkelijk zien of je haakjes vergeten bent. Zo. Nu zie je in één oogopslag, die verticale streepjes moeten altijd eindigen met een haakje sluiten of een blokhaak sluiten. En dan kun je niet vergissen naar haakjes in principe. Dat is dan makkelijker. Ja, zo vindt hij het wel goed. Zo mag het. En als je nu kijkt, data source settings, dan zie je ook, staat hij er gewoon netjes bij. Het is een aparte data source. En dan snapt hij wat je bedoelt. Dus het is belangrijk dat je dat altijd doet, anders werkt het simpelweg niet. Nou, dan heb ik dus hier een functie. Die functie kan ik aanroepen zelf, maar ik kan hem ook koppelen aan zo'n lijstje. Dus ik heb hier een lijstje met jaartallen. En dan wil ik eigenlijk voor elke record in dat lijstje, wil ik dan dat aanroepen. Dus dit is dan de jaarkolom. Dus dat lijstje moet je dan op de een of andere manier maken. Dat kun je uit een database halen misschien. Ik heb het lijstje nu gemaakt met M-code.
Dus bijvoorbeeld zoals je dat zou kunnen doen. Wat ik hier zeg is datetime.localnow. Dan krijg je dus de datumtijd van nu. Daar pak ik het datumstukje van. En vervolgens ga ik hier met die accolades kun je een set maken. Van tot en met. Dus dan zeg ik hier pak het jaartal van vandaag. Min 9 tot en met het jaartal van vandaag. Dus we krijgen eigenlijk de laatste 10 jaar. Dus dat is een script wat je zo kan kopiëren en plakken. Als je iets nodig hebt van de afgelopen zoveel jaar. En dan kan ik hier een kolom toevoegen met add column. Kan ik zeggen, nou, dan wil ik mijn eigen functie aanroepen. Mijn custom function. Die heet races per year. En dan kan ik hier inzetten een kolomnaam. En die kolomnaam heet year. Dus in die jaarparameter van de functie stop ik de waarde van de jaarkolom. En daaruit komt een error. Dat was niet de bedoeling. Even kijken wat er misgaat. Ja, dan zegt hij, we cannot convert 2012 to type text. Dus dat is iets wat ook vaak misgaat. Ik had hier net gezegd in de functie dat die functie parameter van het type tekst is. Waarom moet deze van type tekst zijn? Omdat ik hem hier aan de relative path toepas en dat is gewoon tekst. Dus wat moet ik doen? Dat change type was op zich goed, maar niet naar 1, 2, 3, maar naar tekst. Dan is het gewoon tekst. En dan werkt het wel. En dan krijg je dus een aantal tabelletjes met de races, in dit geval van 2012 en tot en met 21. En dan kun je dus weer eenvoudig expanden. En dan kun je al die kolommen pakken en dan heb je ze voor alle 12e jaar. Of alle 10e jaar. Ja, dus dat is iets wat je vaak nodig hebt. Je kunt niet in één keer alles krijgen. Dus dan zorg je dat je een lijstje hebt. En dat je dat op die manier die web API vaker aanroept. Met bepaalde parameters in de URL. En al die resultaten plak je dan aan elkaar vast. Laten we even kijken naar hoe je moet authenticeren. De meeste API's moet je natuurlijk inloggen. Je kunt natuurlijk niet zomaar alle data eruit trekken wat je wil. Al is het alleen al voor performance, willen ze weten wie je bent. Nou, welke mogelijkheden heb je? Je hebt een aantal anonieme API's van CBS bijvoorbeeld. Hè. Die kun je gewoon gratis pakken. Je hebt ook soms API's die zitten achter Windows Authentication. Dat is wel heel ouderwets. Maar die draaien dan ergens op een server binnen je bedrijf. Dat kan, hè? Misschien heb je die nog. Nou, dan kun je Windows Authentication gebruiken. Hoef je eigenlijk verder zelf niks te doen. Dat is wel lekker makkelijk. Wordt allemaal geregeld door Power BI. Werkt alleen maar als je ook een gateway hebt. Want anders, ja, de cloud is geen Windows Authentication. Basic Authentication, dat is ook wel ouderwetser. Dan wordt de username en password Base64 encoded. En dan wordt dat in een request header gestopt, authorization. Dus dan wordt het eigenlijk met request meegestuurd, basic, spatie en dan het gebruikersnaam wachtwoord, niet encrypted. Dus als je dit gebruikt, heb je wel altijd HTTPS nodig, anders stuur je het gewoon open en bloot over het internet. Dus dat is geen goed idee. Dit is wat we gaan doen. API keys, dat is eigenlijk wat je meestal ziet. De meeste API's op internet, die werken met API keys, bijvoorbeeld Google API's. Of als je aandelenkoers wil ophalen, het zijn allemaal API keys. En dat wordt vaak in de query string gestopt. Dus dan zeg je dan key is. En daarmee stuur je die key op. Of het wordt in de request header gestopt. X API key. Dat kan ook. En soms zet je het ook in de body van de request. Maar dat komt niet zo vaak voor. Dit is goed te doen. OAuth is niet goed te doen. Dat is complex. Het is complex of onmogelijk complex. En daar zullen we straks ook naar kijken hoe dat precies werkt. Maar het is ingewikkeld. Maar het komt erop neer dat je een access token moet hebben. En dat verstop je dan in de authorization header als een bureau token. En dat stuur je op naar de web API en dan kun je er winnen. Alleen om tot dat access token te komen, dat is complex. De aanroep is verder wel te doen. Ik weet niet of iemand wel eens OAuth 2.0 heeft gebruikt. Oké, ik zie een aantal developers volgens mij. Hè, en dan, volgens mij als jullie de handjes omhoog steken virtueel, kan ik ook tellen hoeveel mensen de hand opsteken. Maar... Oké, aantal. Ja, dankjewel.
Had ook best wel veel. Mooi. Oké, dan weet je dat het niet altijd even simpel is. Wat ik wil gaan doen, is ik wil een Google API aangeroepen. En in dit geval een Distance API, dus waar je afstanden mee kan ophalen in Google. Dus dat is deze, maps.googleapis.com, distance matrix. En dan kun je hier parameters meegeven in de query string. Je kan hier nog het output formaat opgeven, dus wil je JSON of XML. Nou, we kiezen daar voor JSON, hè. Dat is net iets sneller, net iets compacter. En dan kun je in de parameters kun je destinations en origins opgeven. Nou, hoe ziet zo'n URL er dan uit? Wat voorbeelden. We dan weer het beste uitproberen in die post, de postman. En hier zie je de URL. Het eerste stukje, dat is zeg maar, de basis URL. Dit. Dan heb je nog dat relatieve pad, bijvoorbeeld JSON. En dan komt na het vraagteken komt de query string. En daar zie je één parameter origins. Ik heb hier even Amsterdam erin gezet. En de tweede parameter destination Utrecht. Dus ik wil weten wat is de afstand van Utrecht naar Amsterdam. Als ik nu send druk, dan krijg ik op zich een oké terug. Dat is eigenlijk wel gek, hè? Want eigenlijk is het niet oké. Want hij zegt al hier, je moet een API key gebruiken. Zonder API key komen we er simpelweg niet in. Dus je krijgt een request denied. Normaal gesproken zou je dat dan ook hier in die statuscode terugzien, maar dat is dus niet altijd zo. Dus je hebt een API key nodig, die kun je dan bij Google kun je die aanvragen. En die kun je dan, ja, dan moet je een creditcard aan koppelen. Want als je te veel aanvragen doet, moet je gaan betalen. Hè? Dus die API key die heb ik. En die API key moet je dan erachter plakken. Dus dat is dan eigenlijk een laatste parameter die je nog erbij plakt. We zien API is en dan komt de key, die plak je er gewoon achter. Als je dan send doet. Even kijken, wat gaat er dan? Even kijken, waarom doet hij het nou niet? Oh, heb ik een stukje niet mee geprobeerd, dankjewel. Ah ja, ik moet natuurlijk wel alles pakken. Even kijken, waarom die het nou niet doet. Nee, je doet het hier niet. Even kijken wat er aan de hand is. Als die API key ook opvragen, misschien is er iets met die API key, maar als je dat hier, als je naar het developer portal gaat van Google, dan kun je ook die API key bekijken. Hier zie je dan die parameters, dus hier staat precies uitgelegd hoe je dat dan moet doen. Hier staat ook hoe je die API keys moet aanvragen. Hier kun je ook in die console, het credential space, kun je dan ook zien. Dus kun je ook meteen even zien hoe je dat inricht. Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld zo'n API key. Nou, die heb ik hier aangemaakt. En die API key die geeft je toegang tot een aantal services van Google. Dus zo'n API key, daar kun je in principe niet alles mee. Dus hier geef je, er zijn geen restricties. Hij is gestrikt tot één API en die API is de Distance Matrix API. Dus deze key kan alleen maar die Distance Matrix API aanroepen. En dit is die key. Dus laten we die even kopiëren. Ik denk dat daar ergens misging. En dan ga ik hier achter die API stoppen. Je ziet hem al, hij is dubbel, hè? Dat is het probleem. Hij staat er twee keer in. Dus nou zou het wel moeten werken.
opnieuw. Origins, ja, dat klopt. Ik heb even een uitwerking. Nou, ik heb hem hier, heb ik hem ook. Even kijken, wat is de API key? Ja, hier zit diezelfde key en hij lijkt inderdaad wel net even iets langer. Ja, dus dit is de echte API key. Als ik die pak, dan zou het moeten werken. Lijkt wel hetzelfde, maar... Nou, ik geef het op. Normaal gesproken komt er iets terug. Ja, nou, volgens mij moet je... Sorry dat ik inbreek. Volgens mij moet je het woord API in je URL veranderen voor het woord key. Ah, daar gaat het daarmee. Ja, hier moet key komt staan. Ja, dat is inderdaad. Dus dit is niet API key, maar key. Ja, dankjewel. Kijk, dan komt er... kijk, dan krijg je een invalid request. Deze. Bij. Is dat origins? Origins, dat is op zich wel goed. Dat was ook zo handig om zijn Postman te gebruiken, want dan kun je al die dingen stap voor stap testen tot je hem goed hebt. Anders is het niet te doen. Key. Nou, oké, ik weet even niet waar het nu misgaat. Nou, wat je eigenlijk moet doen dan als je zo'n API wil gebruiken. Ik heb er een templateje voor gemaakt. Dat is deze, dus template 2. Dus stel je wil die Google API gebruiken, dan kun je deze code kun je dadelijk gewoon kopiëren en plakken. Wat zit erin? Web.contents weer. Een basis URL, die moet je dan aanpassen naar de API die je gebruikt, zoals die van Google. Dan heb je vaak een subpad, iets wat erachteraan geplakt wordt. En dan krijg je de query string. En die query string, dat zijn al die dingen aan elkaar geplakt. Alleen je kan dat hier zo opgeven. Je hoeft dat niet met die ampersand en al die dingen al te plakken. Je kan het hier stuk voor stuk opgeven. Dus dat maakt het een stuk makkelijker om ermee te werken. En je moet headers opgeven. Dus wat wil je eigenlijk, wat accepteer je? Nou, ik wil application JSON bijvoorbeeld. Stuur je nog iets mee met de body? In dit geval niet, want het doet een get request. Dus als ik dat dan even hier pak. Ik ga even deze code erbij pakken. Dus wat je hier ziet, ik heb hier origin Utrecht, destination Amsterdam. Dus ik heb er twee variabelen voor gemaakt. En dan heb ik hier die basis URL. Plak het relatieve pad de JSON dan vast. En in de query zet ik precies origins is the origin, destinations is destination. En dan de key is API key van Google Distance. En die API key Google Distance, dat is dan een parameter die ik hier al neer heb gezet. En in die header geef ik dan dit op. Nou, wat komt er dan uit? Dan zul je zien. Ik doe het dan een keertje verversen. Nou doet dit wel. Gelukkig. Dus dan zie je de afstand en duur komt eruit. Dit komt er niet meteen uit, want je ziet er zijn heel veel stappen voor. Dus in eerste instantie komt er gewoon een stukje JSON komt eruit. En dan moet je zelf door die rijen heen gaan lopen. Het omgezet in een tabelletje. En langzaam zeker die waarden eruit halen en klikken. Totdat je precies hetgene hebt wat je nodig hebt. Dus je kan het dan kantelen, transponeren, unpivoten, net wat je wil. En dan maak je er precies van wat je wil. Nou, al die stappen die ga je dan doen. En wat ik dan wil, ik wil dat natuurlijk ook weer voor meerdere adressen doen. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een lijstje met tripjes. Dus dan heb je een vertrekpunt en een aankomstpunt. En ik wil weten wat is de afstand tussen al die verschillende vertrek- en aankomstpunten. Nou, wat moet je dan wel doen? Ik heb dit voor één keer gedaan, dus dan moet ik er een functie van maken. Hoe kan ik er een functie van maken? Ga in die Advanced Editor. Dan moet je dat weer hierboven zetten. Dus dat is altijd hetzelfde tussen haakjes. En dan kan ik hier opgeven, ja, die origins en die destination. Dus wat ik zelf meestal doe, ik zet het eerst hier als variabele. Dan kan ik het een beetje testen. En als dat dan werkt, dan knip ik ze.
En dan plak ik ze hier tussen die haakjes. Alleen dan moet je wel die waardes moet je dan weghalen. Ik verzeker dat dat al goed gaat, dat die namen in elk geval hetzelfde zijn. Het is ook altijd handig om het type erachter te zetten. As text. En wat krijg je terug? Dat is dan een table. Dus door dit erboven te zetten, wordt er de functie. Drukken we OK. En heb ik er dus een functie voor gemaakt met twee parameters origin en destination. Dan kan ik het gewoon invullen en executen, komt het terug. En dan kan ik hier vanuit die trips, kan ik daar weer zo'n kolom toevoegen. Add column custom function. En dan kan ik dan hier die functie aanroepen. Dus bijvoorbeeld die function distance API, deze. De origin vult hij al in. En de destination niet. Ik weet niet waarom, maar de eerste doet, krijg je cadeau. En de tweede moet je altijd kiezen. Heel vreemd. Oké. Okay. Kijk, en dan komt een mooi tabelletje uit. En in dat tabelletje zit dan precies die afstand en duur van die twee. Rechterbuis op comfort functie kan natuurlijk ook. Dat is ook mogelijk, zeker. Maar ik heb het idee dat ik zo meer controle heb. Ik weet niet waarom, maar. Klik op die expand. Dan kijken we netjes die afstanden. Nu zijn het er 5. Het kunnen er ook 1000 zijn of 10.000. Alleen dan moet je gaan betalen. Dus dan moet je op gaan passen. Dus let even op wat je doet, want het kost snel veel geld als je te veel doet. Nou, dit is hoe je met JSON omgaat, met de query string en de API token. Laten we een stapje verder gaan. Beter loopt die demo. Hier kun je nou een keertje terugzien. Dus hier zie je hoe je dat werkt met de get en de query string. Dus dan krijg je in feite deze opbouw. En dit kun je dus steeds kopiëren en plakken en gewoon zelf veranderen. Dan hoef je daar niet over na te denken verder. Laten we kijken naar OData. Wat is OData? OData is een protocol wat over de query string loopt. En dan kun je in de query string kun je queries zetten. Dus er wordt letterlijk de query string een string voor queries. Dus dat is toch hartstikke mooi. Want dan kun je dan gewoon filteren. Kun je een $filter gebruiken. Dus dan kun je filteren, categorie ID is 435, noem wat. Je kan sorteren, je kan kolommen selecteren. Maar je kunt ook opvragen hoeveel records zijn er eigenlijk. Je kunt ook een count sterretje doen. En je kunt ook pagen. Dus je kunt ook zeggen, ik wil de top 50 records hebben. En ik wil een aantal overslaan. Want je zal zien, heel veel web APIs, als je veel data hebt, je kunt niet alle data in één keer ophalen. Dan zegt die web API, sorry, je vraagt te veel. Dat krijg je niet. Dus dan moet je bijvoorbeeld elke keer 1000 records ophalen. En dan weer 1000, dan weer 1000. Of 10.000 of 100.000. Maar op een gegeven moment stopt het. En dan moet je dus gepagineerd, moet je dus pagina voor pagina op gaan halen. Even kijken, Jorrit vraagt of alles ook in parameters moet. Of kan het ook direct in M-code? Ja, in principe moet het wel met parameters. Want anders kun je dit soort dingen niet doen. Je wil een functie hebben waar je iets in kan stoppen. En dat dan meerdere keren aan kunnen roepen. Dus daarom heb je eigenlijk die parameters nodig. Als je het gewoon met één call kan doen, hoeft dat niet. Maar vaak wil je een API vaker aanroepen. Dat is eigenlijk iets wat heel vaak terugkomt. Nou, laten we eens even kijken naar dat OData, hoe dat werkt. En ik heb hier een voorbeeldje van OData Web Service. Dat zijn vaak datagedreven web services, vaak gekoppeld aan een database rechtstreeks. Dus dat is eigenlijk iets wat ons heel erg aanspreekt. Dat is precies onze wereld eigenlijk, hè? Zeker als je met databases werkt. Dit is eigenlijk gewoon letterlijk een tabel waar je naar connect en je gewoon zegt van select ster van deze tabel. En deze tabel heeft best wel aardig wat records, heeft 16.000 rijen. Dus het is al best wel veel data die ophaalt. Als we dat bekijken met Postman, dan kun je het nog beter zien. Je ziet, hij is echt serieus bezig. Hij moet dat allemaal op gaan halen. Die server moet het allemaal ophalen. Dit is 5,96 megabyte. En dat moet allemaal over de lijn. Nou, als ik nou wil weten hoeveel records dat het zijn. Hier
kan ik hier opgeven de inline count. Als ik zeg dollar inline count is all pages, dan krijg ik een soort countsterretje. Gaat dit gewoon nog een keer te doen. Alleen dan krijg ik als extra metadata, krijg ik bovenin, krijg ik het aantal records te zien. Kijk, dan zie je hem hier. Dan staat er een OData count, 17.076 records. Oké. Okay. Nou, wat kun je hier nou gaan doen? Je kan ook zeggen, ja, ik wil gaan filteren. Kun je hier achter gaan zetten? Normaal gesproken kan dat. Ja, dat kan nu ook. Aan persoon en dan dollar filter. Het is allemaal hoofdlettergevoelig, alles maar kleine letters is. En dan kan je zeggen, nou, ik wil bijvoorbeeld alles zien van customer ID. Je kunt niet zeggen is, want is al in gebruik voor de query string, hè? Anders zou die in de war komen, deze is. Dus dan moet je dat vertalen in EQ, equals. Kan ik je vergelijken met bijvoorbeeld, hier staat hier al, AlfKey. Ik wil alle orders van de klant AlfKey. En dat zijn er minder, dat zijn er 123. Dat gaat toch ook een stuk sneller. Dus in die query string kun je precies aangeven wat je wil met allerlei filters, sortering en andere dingen. Ik heb die even in de volgende slide heb ik ze even opgesomd. Hoe dat werkt, een equal, not equal, greater than enzovoorts met and en or. Je kan ook and en or's nesten, je kan haakjes gebruiken. Je kan best complexe where statements bouwen in die query string. Je kunt het ook gebruiken voor het page. Dat is wat ik nu wil doen. Dus met die inline count kun je opvragen hoeveel records zijn er. En vervolgens kan je zeggen, ik wil een pagina hebben van bijvoorbeeld 1000 records. En dan wil ik de eerste pagina hebben. Nou, hoe doe je dat dan? Dan ga ik hier zeggen. Dollar top. Nou, hoeveel records wil je? Ik wil er 1000. En waar wil je beginnen? Dan heb je een dollar skip. Dan kun je zeggen, nou, ik sla er even 2000 over. Dan krijg je dus feitelijk pagina 3. De eerste pagina is de eerste 1000, tweede pagina de volgende 1000. En als je er 2000 overslaat, krijg je pagina 3. Dan gaat het een stuk sneller, want je krijgt dan alleen maar 1000 records binnen. Die count is nog steeds 17.000. Want het, over alle pagina's heen is het nog steeds 17.000. Dus je kan nog niet echt zien dat je record 2000 hebt. Maar je kunt het zien aan de order ID. Als ik hier skip 0 van maak, als ik niks wil skippen. Dan zit je op de 1000, de 10.000 en net staat op de 12.000. Dus je ziet wel ongeveer dat er 2000 verder zijn. Nou, hoe kun je dat nou dan alles halen? Want je kan, ja, stel die webservice zegt, je mag maximaal 1000 records krijgen in één keer en daarna zeg ik stop. En heel veel webservices hebben dat soort belachelijke limieten. 1000, 10.000, dan houdt het gewoon op. Maar ik wil alles hebben, ik wil ze alle 17.000 hebben. Dus wat ga je dan doen? Ik heb er ook weer een templateje voor gemaakt. Want dit is complex. Hè? Het wordt nu langzaam wat complexer. En daar staan precies de stappen die je moet doen. Die stappen wil ik met jullie even doorlopen. En dan kun je ook zien hoe je dat dan in het echt moet doen. Wat ik altijd maak is een parameter waar je op kan geven wat de pagina size is. Dus wat is de maximale grootte wat die API ondersteunt? 100, 1000, 10.000. Dus die ga ik hier, die heb ik hier al page size. Nou, laten we even op 1000 zetten, zo meer. Dat is vervolgens wat je nodig hebt, is een functie die uitrekent hoeveel records dat er in totaal zijn. Zo uitleggen waarom het een functie moet zijn, want anders werkt het niet. Hoe maak je een functie? Nou, dan zeg ik hier, ik wil een blanco query. Dus nu ga ik gewoon meteen voor M. Pak de advanced query. Ik hoef daar niet te veel van na te denken. Ctrl-A, Ctrl-C. Wat je dan moet doen is, moet ik dan de goede URL invullen. Zo moet je eigenlijk de stukjes ingevullen feiten. Dus dat is het eerste stukje. Dit is de basis URL. Plak hierin. Eventueel heb je een relatief pad. Nou, dat is op zich ook prima. Dan haal ik dit hier ervan af. Maakt niet zoveel uit. Het is alle twee om het even. Het is alle twee prima. Dan heb je de inline count is all pages. Je ziet hier, hier houdt hij niet van. Als er een dollar voor staat, dan kun je het niet zo doen. Dan snapt hij het niet meer. Dat is een beetje jammer. Dus wat je dan moet doen, is dan moet je het tussen aanhalingstekens zetten. En dan moet je er dus een lelijk hekje voor zetten.
dat snapt hij het wel. Ja, dat is de syntax van M helaas. Als er iets geks in de naam staat van een variabele, moet je tussen aanhalingstekens zetten en een hekje ervoor staan zetten. Nou, deze functie, die ga ik dan ook een bepaalde naam geven. Die noem ik dan function rollcout. Ook even uitvoeren om te kijken of het werkt. Nou, 1217 komt eruit. Even kijken. Ik had iets meer gehoopt eigenlijk, maar we zullen het ermee moeten doen, vrees ik. Orders, all pages. Misschien moeten we nog eens even verversen. Ah, kijk, jij had het gewoon niet gedaan, hè. Nu hebben we er 17.000. Kijk, dat is beter. Dus het loont de moeite af en toe eens te verversen, want hij cached heel veel. En dus heb je nu, ik heb een aantal records toegevoegd. Oké, dus die functie werkt. Nu kwamen we bij de tweede stap. Wat ik nu wil hebben, is een functie die eigenlijk gepagineerd één pagina pakt. Die heeft als pagina, heeft pagina nummer komt binnen. Dat is zeg maar de input parameter. Vervolgens gaat hij uitrekenen en wat moet hij dan skippen. Dus dan pakt hij het pagina nummer maal de page size min de page size. Dan dat is in feite de skip die hij moet hebben. Dus heb je pagina 2, pak je 2000 min 1000. Dus dan moet je er 1000 skippen. Daar hoef je dan verder niet meer van na te denken. Het gaat vanzelf. Hier moet je dan de URL weer invullen. En verder gaat hij hier dan vanzelf die top invullen en die skip. Dus het wordt eigenlijk allemaal voor je gedaan. Dus dat is makkelijk. Een nieuwe query, blank query, plak het erin. Zo. Nou moet je weer de dingetjes invullen die anders zijn. Dan die basis URL. Je hoeft dus niet veel te veranderen. Dus in principe alleen de basis URL die verandert. En verder is eigenlijk alles hetzelfde. Maar eventueel weet ik ook nog wel dingen doen met die data. Want nu komt er gewoon koude JSON uit. Dus dat is misschien net even te veel voor het goede. En dus wat je kan doen. Even testen. Dus dan zet ik hier even de pagina in. Nou, ik wil bijvoorbeeld pagina 1 wil ik hebben. En dan ga ik dit stukje even een commentaar zetten. Doe ik het even andersom. Normaal gesproken begin je met de query en dan maak je er een functie van. Maar je kunt ook andersom beginnen natuurlijk. Kijk, dan zie je, dan komt er dus een lijstje uit. En dan kun je dat lijstje openen. Daar zitten records in. Daar ga ik dan een tabel van maken. En dan ga ik dat weer expanden. Eigenlijk hetzelfde als met XML, alleen ja, een beetje vergelijkbaar eigenlijk. Kijk, dan heb ik meteen al data. Dan kun je natuurlijk alle types goed gaan zetten. Nou, dat laat ik nu even wat het is. Dus hij werkt. En nu kan ik er weer een functie van maken. Dan kan deze eruit. Die komt dan dadelijk binnen. En dan staan hier alle stappen staan dan netjes achteraan. Geef ik dan ook weer een naam. Bijvoorbeeld deze naam. Hoe je het noemt moet je het ook zelf weten. Maar ik geef hem even deze naam. Dus ik heb nou twee functies. Eén functie waar ik een pagina nummer in kan zetten. Ik zeg ik wil pagina 5. Nou geef hem mij maar. Nou dan krijg je precies pagina 5. Dus dan zit je in de 4000 serie. Oké. Dus dat werkt. Dus nu krijg je het laatste stukje. Nu wil je natuurlijk alles aan elkaar plakken. Wil je een query die alle pagina's pakt. Nou, dat is deze query. Die ga ik weer een nieuwe query maken. Advanced editor. Gebeurt hier. Het eerste wat hij doet, is ik roep die function rowCount aan, zodat ik het aantal records heb, wat er in totaal is. Zet ik in de variabele. Dan wat ik doe, ga ik uitrekenen hoeveel pagina's heb ik eigenlijk. Dus als ik 17.000 records heb, en ik heb 1000 records per pagina, heb ik dus 17 pagina's. Maar heb ik er 17.001, ja, moet ik toch nog die 18e pagina ook opvragen. Dus daarom rond ik af naar boven. Maak hier een lijstje van 1 tot 18, dat ik 18 keer in feite die API aanroep. En wat er dan gebeurt is, dan gaat hij een klomp toevoegen, ga ik die functie aanroepen.
Dus dat is wat ik net ook steeds heb laten zien. En dan roep je die functie aan, dan stop je de paginanummer erin. Laat hem maar houden. Even kijken. Nou, dan zie je ook meteen hier. Ik doe deze laatste stap even opnieuw. Dus ik heb hier de paginanummers, dus dat is gelukt. Dan kan ik hier add column, invoke custom function. Kan ik weer die functie kiezen. Dus geef me data pagina X, paginanummer vult erin. En dan krijg ik 18 keer, krijg ik 1000 records. Alleen de 18e keer een beetje minder. Dus 17 keer 1000 records en de 18e keer. Ik weet niet precies hoeveel het hier is. Oh, 18 stuks, 18 rijen. Dus 17.018. En dan kan ik ze gewoon aan elkaar plakken met die expand knop weer. En dan heb je dus alle 17.000. En ik kan dat paginanummer kan er dan in feite uit. Heb ik dan niet meer nodig. Ik kan het hier zien, count rows, of het ook echt klopt. 17.076. Dus dat was hetzelfde wat die count rows teruggaf volgens mij. Ja, dus niet simpel dit. Hè? Misschien voor developers is het misschien logisch. Ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld is. Maar als je deze stappen volgt, dan moet het in principe met elke API moet het lukken. In principe kun je dit met elke API op deze manier doen. Het enige wat anders kan zijn, soms is het niet OData, staat er niet $top of $skip. Maar dan heet het net even anders. Dan moet je dat natuurlijk aanpassen op basis van de API. En voor de rest zal dat over het algemeen overal hetzelfde werken. Ik zie hier een vraag, zit er een limiet op de lengte van de query string? Ja, dat klopt. De query string is beperkt. Dus je kunt niet oneindig lange OData achter elkaar typen. Volgens mij is de maximale lengte, weet ik niet precies, 2000 of 4000 karakters, zoiets. Werkt het ook in de workspace voor auto-refresh? Ja, zeker. Ja. Als je dit publiceert, dat werkt ook in de Power BI Service precies hetzelfde. Maar dan moet je er wel functies van maken. Als ik hier geen functie maak, maar een variabele, dan werkt het niet. Want dan raakt hij in de war met die privacy engine. Die snapt het dan niet meer. Als je er allemaal aparte functies van maakt, dan wordt het allemaal in dezelfde partitie in feite opgeslagen. En dan heeft die privacy engine niks te klagen. Dan ziet hij dus allemaal als hetzelfde. Dus daar moet je er functies van maken. Want heb je vast wel eens ruzie gehad. Dan krijg je van die formula foutmeldingen dat het niet meer begrijpt. Nou, dat is echt een drama. Met functies los je het in principe altijd op. Even kijken, hoe zitten we met de tijd? 9 uur. Ik wil nog twee dingetjes laten zien. En dan hebben we ook nog wat tijd voor vragen. Incremental refresh. We hebben nu die data gepaged en geïmporteerd. Maar het is best straks een grote tabel. Hè? Misschien heeft die tabel wel miljoenen records. Wil je dan elke nacht al die miljoenen records gepaged op gaan halen vanuit die web API. Nou, als die web API niet van jou is, misschien wel. Hè. Maak het uit. Hè. Is toch niet jouw capaciteit die je gebruikt. Maar waarschijnlijk moet je wel ervoor betalen. Hè. Dus als je hem vaak aanroept, moet je meer betalen waarschijnlijk. Maar het kan ook zijn dat het gewoon te lang duurt. Hè. Dit is best wel traag dit. Dus als je dit met miljoenen records wil doen, dan is dat niet in een paar minuten klaar. Misschien is je dan wel een uur bezig. En wil je naast de orders ook nog de klanten hebben en de producten en allerlei andere tabellen. Ja, dan zit je misschien buiten die 120 minuten window hè, die je normaal hebt. Dus dan duurt het langer dan 120 minuten en dan stopt hij er gewoon mee in de cloud. In de premium workspace heb je 5 uur. Maar goed, ook daar kun je natuurlijk doorheen gaan eventueel. Dus wat je dan kan doen, ze kun je ook incremental refresh instellen. Dan heb je een range start en een range end parameter nodig. En die moet je dan verwerken in je queries. En dat is een lastig stukje. Ik zal het hier even in de slide laten zien. Dan moet je dat hier, die range start en end, moet je dan naar tekst omzetten. Precies in dit formaat bijvoorbeeld. En dan moet je daar bijvoorbeeld een OData filter voor maken. Dus de order datum is groter of gelijk aan die datum tijd van de start. En kleiner dan datum tijd einde. En die filter die geef je dan door. En dan als Power Query dan, of Power BI dan met die parameters gaat spelen, start en einde, groter en kleiner gaat maken, dan komt er precies de juiste records komen dan terug. En zo werkt die incremental refresh ook prima met een web API. Eigenlijk hetzelfde als met de SQL Server Query.
dat hier instellen, dat venstertje. Hij klaagt wel, het kan niet gefold worden. Maar in principe is dat onzin, want wat we doen in feite wel een soort query folding. Want we gaan netjes die parameters omzetten naar OData filter. Dus er is eigenlijk niks aan de hand. Dus het werkt gewoon prima. Alleen hij snapt het niet. En dan kun je opgeven hoeveel jaar dat je wil inladen. En welke periode je elke keer opnieuw wil verversen. Dus in dit geval gaat hij elke verversactie het bereik van 10 dagen pakken. Afgelopen 10 dagen. En dat gaat hij opnieuw inladen. En als je meer dan 5 jaar aan data hebt, dan gooit hij af en toe zo weg. Gooit hij zijn maandje eruit. Ik weet niet, heeft iemand het wel eens gebruikt? Incremental refresh. Oké, sommigen van jullie. Nou, het zit erin. Hier vind je ook een linkje, dus daar kun je het nog eens een keertje nakijken. Ah, ik zie nog één vraag over OAuth. Dus laten we daarmee afronden. Dit kan ook bij het kan niet alleen bij OData, het kan eigenlijk overal. Dus incremental refresh kun je altijd toepassen. Al ben je files aan het importeren van SharePoint. Incremental refresh werkt altijd. Het enige wat je nodig hebt is die 2 parameters. En je moet in je query die zien te verwerken dat ze het goede uitfilteren. En dat je nooit overlap krijgt. Dus dat niet de data in 2 periodes tegelijkertijd kan vallen. Dus bijvoorbeeld als je met bestanden werkt en bestanden veranderen qua modify date. Is die modify date geen goede om op te filteren. Want dan krijg je bestand in 2 partities misschien. Ten slotte dat OData bekijken, of OAuth, en dan hebben we nog wat ruimte voor vragen. OAuth, ik zei het al, is complex, hè? Dus misschien niet zo gunstig om mee af te ronden. Want dat maakt het niet makkelijker op. OAuth zie je vaak bij webservices die persoonlijke data hebben. Dus bijvoorbeeld Twitter, Facebook, LinkedIn. Wil je vanuit Power BI de LinkedIn contacten pakken of de Facebook tweets, Facebook likes hebben of berichten van Facebook of de tweets van Twitter. Dan moet eigenlijk de eigenaar van die data toestemming geven. Want iemand heeft die tweets geplaatst. Je kunt ook niet zomaar zijn tweets pakken. Dus dat is het hele stuk van OAuth. Dat wil zeggen dat de eigenaar van de data toestemming geeft daarvoor. Dus jij wil iets met die data, maar de eigenaar moet dat goedkeuren. Dat is de consent. En dat is dan net hetgene wat niet kan in Power Query. Dus in OAuth heb je verschillende flows. De meest bekende is de authorization code flow. Hoe werkt dat? Dus je hebt bijvoorbeeld een mobile app of een website. Die wil jouw data hebben. Die wil jouw Twitter data hebben. Of die wil tweets voor jou sturen. Nou, dan start de gebruiker die website op. Dan gaat die website naar een authorization endpoint van OAuth. En dan stuurt hij op een client ID en een resource. Dus wat wil hij eigenlijk weten? Nou, dan stuurt die authorization endpoint een redirect naar de eindgebruiker. Die geeft dan goedkeuring. Ja, die site mag dat, mag mijn data hebben. Dat mag, is goed. Pas als dat gebeurt, dan krijgt er de website een authorization code terug. Dan kun je met die authorization code nog een request doen. Met een client ID en secret. Een soort gebruikersnaam wachtwoord voor apps. Met die authorization code. En dan krijg je een access token. En dan kun je dat access token opsturen naar het echte web API. Dus naar Facebook, Twitter of wat je maar wil hebben. Dus dat zijn al best wel veel stappen. En dit is niet mogelijk in Power Query. Je kunt niet in Power Query redirecten naar een eindgebruiker of een pop-up laten zien dat iemand consent kan geven. Dus als je deze flow hebt, dan kun je dat niet in Power Query maken. Of je moet een custom connector bouwen. Je kan in C-Sharp een custom connector bouwen of laten bouwen. En dan kan het wel. Als voorbeeld, Exact Online bijvoorbeeld. Die gebruikt deze flow, OAuth Authorization Code. Dus dat kun je zelf niet in Power Query fatsoenlijk voor elkaar krijgen. Dus wat kun je dan doen? Dan kun je of een developer inhuren. Dus iemand die dat voor je bouwt, dat kan. Of je kan het gewoon kopen, want er zijn al partijen die hebben dat al gebouwd. Dus hier bijvoorbeeld hebben ze al zo'n OAuth connector gebouwd voor Power BI. Die kun je gewoon kopen, installeren en dan werkt het in principe gewoon. Dat is één optie. Gelukkig is er een alternatief.
Want je hebt ook de OAuth Client Credentials Flow. Dat is eigenlijk een flow die precies bedoeld is voor dit scenario. Dat een service, zoals Power BI, connectie zoekt met, met een andere service. En dat er eigenlijk geen gebruiker bij komt kijken. Het is allemaal op de achtergrond gescheduled. En dat werkt wel. Dus als jouw web API die je aan wil roepen dit heeft. En een aantal hebben dat, maar ook een heel aantal niet. Dan is het wat makkelijker. Dan kun je de access token naam meteen opvragen. Zonder die interactive te hoeven doen. Hoe werkt dat dan? Dan zeg je weer web.contents. Heb je een bepaald token endpoint. Bijvoorbeeld dit is het token endpoint van Azure. Je geeft die mee. Ik wil content typen. Geef ik data mee. Dus dit is zeg maar een post wat je nu gaat doen. En in de body, in de content, zet je dan de grant type, client credentials. De client ID, client secret en de scope. De client ID en secret die krijg je. Dus als je wil connecten met Twitter, moet je een app registreren. Krijg je een client ID en client secret. En die scope wil zeggen, wat wil je eigenlijk voor soort data hebben? Dus die moet je dan ook meegeven. En als dat goed is, dan krijg je een access token krijg je terug. Kun je vervolgens dan die access token opsturen in de nieuwe request, maar dan naar de API zelf. En dan zet je dat hier in de authorization header met een bureau token. En dan krijg je de data terug. Even kijken, Mardix, of ik je vraag goed begrijp. Want je hebt dit stukje heb je in een functie gestopt, hè? Ja, kijk, wat ik in principe gedaan heb. Ik heb eerst gewoon een Power Query geschreven waarin je die access token ophaalt, zeg maar. Mm-hmm. Want dan moet je gewoon een bepaalde HTTP-request naar een endpoint doen. En dan krijg je die token terug. Ja, dus wat je hier ook ziet. Ja, dan heb ik in de echte query heb ik dat vervolgens als functie toegevoegd, zeg maar. Mm-hmm. Zodat je dat bij de tweede request doet hij weer een HTTP, maar dan nog gecombineerde. Dan haalt hij wel alle data op. Alleen dan in de service zegt hij dat hij geen gecombineerde URL heeft. En dan snapt hij zijn anonymous inlog niet. En ik vroeg me af of je daar ervaring mee had. Ja, meestal... moeten we even naar je specifieke scenario kijken. Maar over het algemeen gaat het erom dat je dit... dat je ook die sub-URL gebruikt. Dus misschien doe je hier iets dynamisch en dat mag niet. Dus okay. Deze URL's mogen niet aangepast worden. Dan moet je dat doen met dat relatieve pad, zeg maar. Hè, wat we een aantal keer gebruikt hebben. Ja. Dus, oké, dan ga ik dat even proberen. Misschien okay. Zit het daarin. Je mag niet dynamisch de URL's aanpassen. Dat mag niet. Daar houdt hij niet van. Okay. Op zich zou dit dan prima moeten werken. Als je die client credentials flow hebt. Laten we het even afronden. Dan kunnen we dan nog meer vragen doen als jullie nog hebben. Dit was eigenlijk het laatste wat ik wilde laten zien. Ik heb hier nog een slide toegevoegd hoe je data kunt posten naar een formulier. Dat is ook met die content type, hè, dat je hier zelf iets opstuurt. Een beetje net als met die access token. En een SOAP request. Mocht je het nodig hebben, nou, dan zie je hier hoe dat dan met een SOAP request werkt. Het is allemaal wat wolliger. Hè? Moet je die XML helemaal op gaan bouwen. En dat tussenin dan de dingen plakken, de parameters plakken. Dus dat kan eventueel ook. Hè. Ja, daar wil ik het mee afronden. De slides heb ik op deze URL staan. Ik zal die even in de chat zetten. Dat is misschien het makkelijkste. Dan kun je nu alles ook downloaden. Kun je er ook zelf mee spelen. Voor de incremental refresh heb je geen premium licentie nodig. Dus dat kun je tegenwoordig ook gewoon met Pro doen. Andere vragen? Ja, ik heb nog wel een vraag. We hebben problemen met het authenticeren met de headers online. Dus in de service pakt hij het niet. Mm-hmm. En in mijn Power BI desktop pakt hij het prima. Mm-hmm. Het is gewoon een simpele headers. Authorization is, nou in dit geval is het RW auth. Gewoon een string, spatie okay. En een lange ID. Yeah. Die laat prima data in. En zodra we hem naar de service doen, dan doet hij niet meer. Geeft hij een specifieke foutmelding? Of? Ik ben slecht voorbereid voor deze vraag. Mijn collega zit ook in de call toevallig, wellicht heeft hij hem zo wel. Okay. We krijgen een
Ja, er staat invalid credentials. Ja, misschien, kijk, wat ik zelf heb gemerkt is dat het werkt eigenlijk het beste als je gewoon in Power BI alles op anonymous zet. Dus je kan in Power BI ook authenticatie kiezen, maar dat werkt eigenlijk heel slecht. Dus dit, hè? Ja, dus alles staat op anonymous. Ja. Oké, dat hebben jullie ook. En dat werkt gewoon. Je krijgt data binnen. De repagination, dat hebben we zeg maar gedaan. Dezelfde manier als je uit hebt gelegd. Okay, maar zodra je hem naar de web doet, en dan hebben we hem helemaal uitgekleed. Dus puur en alleen gewoon de base URL, niks anders. Gewoon de core URL, headers, is authorization en de access token. En dan krijgen we een identified credentials. Oké. Ja, dus daar zou ik ook even in moeten duiken. In principe, als je, kijk hier, dit, de meestal werkt dit niet. Alleen Windows is handig, die kun je gebruiken en de rest heb je eigenlijk niet zoveel aan. Dus je pakt inderdaad altijd anonymous. Wat kan er dan misgaan? Misschien, nee. Het kan iets met firewall te maken hebben, dat je er vanuit je desktop wel bij kan, vanuit de cloud niet. Misschien zoiets. Ja, we hebben het hele internet ook afgestruind. We konden het niet vinden. Oké. Ja, want deze... Als je, een oplossing voor je is. Ja, dus ja. Dat vind ik lastig om zo te zeggen. Deze code heb ik ook getest in de cloud en die werkt allemaal. Dus het zit dan echt in die authorization header op de een of andere manier. Of misschien toch hoe je dat aan elkaar plakt. Dus het is natuurlijk altijd vreemd als het hier wel werkt en de service niet. Maar ja, daar zou we misschien eens na de sessie over verder moeten praten. Dat weet ik zo niet. Ja. Nee, ik zag dat je in ieder geval wel in net een van je laatste slides. Ja, hier zet je die authorization zet je wel tussen de met die hashtag ervoor. Ja, dat moet, want die authorization is een gereserveerd woord. Dus dan moet je er ook een hashtag omheen zetten. Misschien dat daarin zit, zoiets zou het kunnen zijn. Denk ik niet hoor, maar. Oké. Misschien mag ik even met je meedenken, Rob. Versta je mij? Ja, ik versta je. Ja, wat nog wel eens wil helpen is als je in de webomgeving zit om aan te geven dat je het testen van de verbinding over wil slaan. Ja, dat was ik nog vergeten te zeggen. Dat is een super handige tip. Dat laat ik even zien. Want dat is onmisbaar. Want dat heb ik hier in mijn voorbeeld ook. Even kijken, ik zie een vraag van Steven. Als je de ontvangen data wil bewaren en je story wil opbouwen. Ja, dat kun je met die increment refresh doen. Hè? Increment refresh, dan vraag je alleen maar de nieuwe data op. Dus dat is zeker wel goed om te doen. Anders is het gewoon niet fruit te branden. En verder kan dat niet in Power BI. Het is geen database, dus ja, het blijft een beetje aanprutsen. Kijk, hier heb je die data source credentials. Die kun je dan hier netjes ingeven. Maar bijvoorbeeld die distance die API distance matrix, als ik de skip connection niet doe en ik wil het insignen of sign-in doen, dan zegt hij, ja, dat mag niet. Want je hebt geen API key die je meestuurt. Dus dat is een beetje lastig. Hè? En ik kan hier ook niet kiezen voor API key, gek genoeg. Dat hebben ze nog vergeten. Dus dat is een goed moment dat je zegt, van, nou, skip hem maar. Dat komt later wel goed. Geen probleem. En dat komt dan ook goed. Ik kan het dan ook gewoon verversen. Dus misschien is dat het. Zoiets zou het kunnen zijn, inderdaad. Misschien ga je via een gateway, is het daar een probleem? Ja. We gaan het even onderzoeken. Dankjewel, Niveau. Ja, anders dan stuur me een berichtje. Dan kan ik eens even meekijken wat dieper erop ingaan. Super. Oké. Nou, laten we het hier deze sessie mee afronden. Ik wil je bedanken voor je aandacht. En veel succes met Web API's in de toekomst. Arthur, dankjewel. Ik vond het ontzettend interessant. Ik zie een hoop applaus erbij komen. Ik zag al heel wat bedankjes. Dus dankjewel voor deze sessie, Arthur, nogmaals. En ik ga zo eens even kijken op achter dat linkje. Niet meer vanavond, maar ik ga nog wel eens even kijken. Ik vind het wel waardevol, ook dat delen van die voorbeeldcode. Oké, mooi. Dus iedereen, ik kan nog inderdaad even blijven hangen. Voor het wat napraten, misschien wat minder technisch dan we het nu gedaan hebben. Maar in ieder geval, bedankt ook voor jullie aanwezigheid alvast, zou ik willen zeggen. En ik ga de opnames trouwens ook stoppen. Dan, wat je nu wordt gezegd, dat wordt dan niet meer opgenomen.